Daar, boven is die mogelijk. Oh! En dan nu? Niet voor is die veranderd. Hey, niet veranderd, want die heeft zijn achterbal. Waar de corner moet zijn natuurlijk. Van der Wiel. Snijder, goede bal. Van Persie, breed op Elia. Nederland met 10 tegen 11 van Spanje, maar Nederland in de aanval. Van der Vaart. Het zal wat zijn, zeg maar 10 man. Elia. Twee man voor je, kun je ze uitspelen. En dan neer, maar vrijwillig. Bij geen hulp van de scheidsrechter. Navas is weg. Elia verdedigt mee. Uitstekend gedaan. Torres. Fabregas. Is dit geen buitenspel? Dan is het. Dan is het voorbij. Als dit geen buitenspel is, is het voorbij. Iniesta. 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 Nu lijkt het hopeloos. Toch gaat Houwenberg naar de grenzen. Buitenspel, man! Omdat daar ook Matthijssen staat. En die gaat geel krijgen. Ja. Woede van Matthijssen. Heeft nog geen geel gehad. Nummer 9. Buitenspel of niet? Het had ik daar de schijn van. Daar was het buitenspel. Hier niet. Maar eerder in die avond was het wel buitenspel. Eerder in de avond was het buitenspel. Het moment dat vooraf ging aan de dijkdoorbraak. Hier is het geen buitenspel meer. Daarvoor wel. Daarvoor had kunnen worden gefloten. Had moeten worden gevlakt en gefloten. Het gebeurde niet. En dan is het nu door Andres Iniesta. 1-0 voor Spanje. The dying seconds of the game, zoals de Engelsen dat noemen. Valt die bal goed, Uke? Valt die bal goed? Hij valt niet goed, ook nu niet. En dan is het voorbij. Want Web gaat afsluiten. In München 1974. Het totaalvoetbal. Rinus Michels, Johan Cruijff, dat elftal. Dat verloor van Duitsland. In 78, de bal op de paal. En nu, in de wedstrijd, in de greep van de angst, in de greep van de spanning.